Kijkers, zijn jullie ready? Jamil, ben jij ready? Ik ben ready, man. Je bent ready. Kijkers, een hele goede morgen. Ik sta weer in mijn hoed. Kraaienes. Shout-out naar kraaien, man. Het is vandaag de grote vlog. Jamil, wacht jij al een tijdje op deze vlog? Ik wacht al heel lang op deze vlog. Dit is mijn kopaan, Jamil, vandaag. Hij gaat de hele rit met me mee. Maar waar gaat de rit naartoe? De rit gaat naar Frankrijk. Naar waar? Frankrijk. Nog een keer? Parijs. Parijs! Ja, man, kijk eens. We gaan naar Parijs, je, toch? We gaan met een scootje. Jullie zien hem hier zo. Dus ik ga het sowieso halen, kijk. Als jullie denken van, hij gaat het niet halen. Ik ga het wel halen. En ik ga jullie dat bewijzen ook. Allee, kijk eens. Blijf kijken. Herinner je mijn eerste vlog naar Antwerpen van Quattro by Facts? Zien jullie het? Ik sta nu in België. En als ik weer bij mijn scootje terugsta, bling! Sta ik weer in Nederland. Quattro by Facts staat op de landgrens. Kijk hier, West-Vlaanderen. Oh nee, alleen Vlaanderen. En daar zo staat er een geel bord waarop staat Essen-Vlaanderen. Besef, ik sta nu alweer op de grens. Als bewijs dat ik met een scootje ben, staat hier mijn baby. Eerlijk, she's gorgeous. Eerlijk, Jamil, we hebben het weer laten lukken of niet? We staan weer op die landgrens. Wauw. Shout out naar landgrens, man. Ja, man. Ik ben in Antwerpen Centraal. Shout out naar Antwerpen Centraal. Maar ik ben het zat, kijkers. Dus wat gaan we doen? We gaan de trein terug naar huis nemen. Ja, toch? Ik wil gewoon terug. Zo van. Jullie zijn gek. Psych! Ik ben nog steeds een centje van Antwerpen, maar ik zie mensen in Antwerpen. Niet zomaar mensen. We zijn nog gewoon Kanzer Hotel, toch? Je weet toch, Kanzer Hotel. Oké, je moet eens kijken. Gewoon even hier in Antwerpen. Ja. Shoppingtje doen, je weet toch. Ik ben deze man hier tegen. En ze naar deze man, je weet toch, ze doen een ding. Jullie doen lekker duur, mannen. Jullie doen lekker duur. Pull up games strong. Ik doe die dingen voor je toch, die dingen gaan gewoon soms. Je moet tranky zijn, je moet tranky zijn. Ja, tranquille, bro. Altijd. Met Planta, man. The place to be, you get me. Maar broer, je gaat wel zwaar op die LV. No, laat dat. Je gaat zwaar, nee. Laat dat, man. Kiske. Boys, strek die vingers. Vier keer. Boys, strek die vingers. Strek ze. Met Planta. Wat erom? Dan, man. We zijn bijna in Frankrijk. We zijn nu op de grens. Maar ik kan niet verder. Het is al om terug te gaan. Hey, ik ga bijna dood, man. Je kan niet aan? Broer, ik val in slaap. Hij sneuvelt Yusuf bijna, besef. Ik was aan het rijden en zat ik voel iets slippen. Ik dacht, hey, ik baar je. Ik baar je, broer. Je moet wakker blijven als ik rijd, kill. Anders gaan we beide scrappen. Maar hoor dat, kijkers. Kijk hoe lang ik nog moet. Flappie tijd. Oh, dit. We zijn helemaal in the middle of nowhere. Kijk hier, het ziet er wel prachtig uit. En kijk wat deze man hier doet. Hij is helemaal laag. Hé, hey, wat doe je? Wat doe je, kill? Hé, broer, ik ben kapot. Ja, man. Maar hij is helemaal fucked op die helm. Stabiel. Ja. Hoe lang nog? Nog, wat zal ik zeggen? Nog 5 uurtjes of zo, jongen. Wat? Ja, ik wil naar huis, kades. Kijk eens, ik weet niet of ik het ga halen. Ik sta nu of nowhere nog steeds. En Jamil? Ik weet niet. Aan het planken op de weg, op een folie gas, ik druk haast niet op mijn rem. Kom ik in je stad, word ik sowieso herkend. Ja, we komen er net achter dat de achterband lek is. Hij probeert
Franse ANWB te bellen. Ja man, laat dit los gebeuren. Ik sta nu in, ik weet niet waar, middle of nowhere, samen met Jamil. Maar we hebben scooterpech. Ja, we gaan nu ergens naar een stad, Compiègne. Monsieur, Compiègne? Compiègne. Compiègne. We gaan naar Compiègne nu, dan blijf ik daar overnachten. En vervolgens, volgende ochtend, wordt mijn scooter gemaakt. Mijn band is helemaal lek van mijn scooter. En ja, ik hoop dat ik Parijs nog ga halen. Ik weet niet of ik Parijs ga halen, maar met Gods wil. Ja. Monsieur, merci. Doja. Merci, merci. Tik hem af, tik hem aan, tik hem aan. Tik hem, tik hem. Ja, ja, mensen. We gaan vandaag een trip maken naar Parijs. Je ziet het. Met mijn niffel. We gaan zometeen naar Parijs gaan. Ja, ja, snel, snel. En we gaan even iemand ophalen, man. Het is gek. Is nodig, is nodig. Gek. Die switch van die Seat naar die bus. Yeah, yeah. Jullie gaan straks meer zien. Ja, man. Wat nu? Ik weet het echt niet meer, man. Ik probeer te lachen, maar er kan geen lach bij me niet komen. Yeah, yeah. Gaan betalen, man. Ik denk dat je het weer nodig hebt als je terugkomt. Oh ja. Ja, zie je als je terugkomt. Ik zal terug moeten betalen, man. Kes. Moet is op jou, man. Kwam dit. Helemaal kapot. Ik kan er gewoon mijn vinger in stoppen. Kijk hier. Wauw. Maar ja, Jamil. Groot probleem, hè? Heel groot probleem. Heel groot probleem. Ja, man. Ik weet niet wat ik moet doen nu, hoor. Helemaal nieuw. Helemaal fresh. Helemaal wauw. Helemaal woe. Helemaal alles. Alles, alles, alles. Jamil, we gaan... Gaat het lukken? Het gaat toch lukken, het blijkbaar. Het gaat lukken. We gaan nu richting Parijs. Ik voel me verzekerd als ik langs je rijd. Jij voelt je onzeker als ik langs je rijd. Bijna in Parijs. Bijna in Parijs. We zijn er bijna! Bro, ze moesten ons zomaar hebben, man. Douane. Ja, douane moet ons hebben, man. Het moet donker zijn, toch? Broer! Kijk, we moesten die bak open doen. Wat voor junta heb je en zo? Wat voor werk doe je? Huh? Broer. Real, man. Ze kwamen, je zag ze gewoon zitten langs de weg. Ze kwamen gewoon achter ons aan van, ay, jullie gaan we pakken. Quattro. Waar komen jullie vandaan? Hé, maar hun konden wel Engels. Dat verbaast me wel, hun konden wel Engels. Ze gingen het zo gewoon aan die bak kloppen en zo. Naar de Champs-Élysées en naar de Notre-Dame en naar de Seine. En daarna samen op La Tour Eiffel. Ik zeg het jullie, wauw! Bloed, zweet en tranen. Jamil, draai dat shirtje, kill. Draai het, kill. Draai het, kill. Draai het. Laat zien. La France. Oh, weet je met wat? Avec la scooter. En op de achtergrond de Eiffeltoren. Het is gelukt. Mensen loeven mijn scooter. Kijk hier. Mensen loeven mijn scooter. C'est bon. Très bien. Ik ben nu aan het rennen. Want iemand wacht ons op. Maar ik zoek ze, want ze zijn de weg kwijt. Wow, we hebben ze gevonden. Ze zijn naar die mannen, man. Jezus. Je ziet het. Klem die camera. Klem die camera, boys. We zijn binnen, man. Snel, snel. 6 uurtjes. Hey, we made it. We made it. We made it. Boys, wat zijn we aan het doen? Inladen. Je ziet het. Je ziet het. Inladen. Hete dingen. Hij moet gewoon in die truck zitten. Hey, maar gewoon omwisselen. Ja, ik weet, maar toch zeg maar 3 spots, toch? Rosje, gotcha. Is fire of niet? Ik hoop dat jullie me goed kunnen zien, toch? Ik moet switchen. We zijn gewoon in die truck.
Kijk mijn schoetje. Kijk mijn baby girl. She is safe. Yeah, she's safe. Ja man, ik moet die man tot ziens wensen. Ja, want de Amman gaat naar Osso. Zij weer in de hoed. Tik hem af, tik hem af, tik hem af, tik hem af. Weet je toch? Broer, shout out naar jou man. Ja, shout out naar jou man. Broer, jij ging me steunen. Jij ging me steunen. Ja toch. We zijn weer in Quattro. En niet alleen in Quattro. Want mijn baby girl staat er. Een dikke shout out naar deze man. Waar ben je, waar ben je, waar ben je broer? Zijn er gewoon. Essonagotje en natuurlijk onze enige echte Rush. Kijkers, vond je dit een leuk filmpje van Quattro by Facts? Abonneer dan hieronder op het kanaal Quattro by Facts. Dag! En Sony Work. Ik heb genoten, het is al inmiddels 3 uur 's nachts. Precies. We gaan hem vastzetten en we gaan slapen. Slaap lekker, tot ziens.